We staan hier bij het borstbeeld van Aletta Jacobs. Misschien wel de meest beroemde student van de Universiteit Groningen. Ik denk dat Aletta voor ons laat zien dat wij een universiteit zijn waar iedereen welkom is. En dat zijn we al sinds 1614, een open academic community. En wat heel erg leuk is, is dat de Biennale van Venetië, die in april met haar 59e kunstmanifestatie start, een ode brengt aan 213 vrouwen, waaronder Aletta Jacobs. Dus zij is ook een rolmodel in het buitenland. Aan het eind van de 19e eeuw, in 1898, publiceerde ze dit boekje over het vrouwelijk lichaam. Het is een populaire schets, bedoeld voor een breed publiek met, en dat vind ik echt ontzettend bijzonder, tril er een beetje van. Achterin staat een uitklapvel, een soort pop-up van het vrouwelijke lichaam met alle organen specifiek aangegeven. Aletta Jacobs was hiermee haar tijd ver vooruit. Ze was een wetenschapscommunicator eigenlijk. En daarmee nog steeds een inspiratie voor de huidige generatie artsen. Maar zij heeft zich eigenlijk ook haar hele leven ingezet voor arbeidsomstandigheden van vrouwen, leefomstandigheden van vrouwen, maar bijvoorbeeld natuurlijk ook voor het vrouwenkiesrecht. Nou, Rebecca Kompertz krijgt de prijs vandaag voor haar inzet voor abortusrechten en voor haar inzet eigenlijk voor de veilige en legale toegang van vrouwen tot abortus over de hele wereld. Welcome, Nazi! Welcome. As a ship's doctor in countries where I'd seen a lot of women brought in severely bleeding or in shock because of illegal abortions, I realized that there is a connection between the law and the fact that women are dying. I could not observe that and just let it happen. How could we create a space where the only permission a woman needs is her own? Het is voor mij dan ook een grote eer om de oorkonde van die prachtige erkenning straks officieel te mogen overhandigen aan jou, Rebecca. Vanwege jouw niet aflatende en mondiale strijd voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen wereldwijd. Rechten en wetten zijn slechts woorden op papier. Als jurist werkzaam in de wetenschap sta ik aan de zijlijn en ik kijk toe hoe anderen dat realiseren. Het is daarom dat ik zo'n bewondering heb voor Rebecca Gompertz. Omdat zij decennia lang gestreden heeft voor de toegang tot abortus in de praktijk. Ondanks weerstand, kritiek, belediging, bedreiging wellicht, misschien zelfs aan het adres van haar gezin, heeft zij haar rug recht gehouden en ervoor gestreden dat heel veel vrouwen een veilige abortus hebben kunnen ondergaan. Vandaag eren wij daarom Rebecca Gompertz en het is mij een heel groot genoegen om hier deel van te mogen uitmaken. In several countries, Germany is one example for instance, there are restrictions on public dissemination of abortion information. It was during a campaign in Portugal in 2004 that Rebecca was on television and she explained how to use abortion pills, step by step, alive on TV. And no one ever did that. No one unpacked and shared that information with women. Knowledge is power and it's cliche to say, but I think this has been one of the key achievements of Women on Web across time, contributing to the democratization of abortion information by particularly enabling women's access to it. Rebecca Gompertz ziet het als haar taak om duidelijk te maken dat het recht van de vrouw om te beschikken over haar eigen lichaam een fundamenteel mensenrecht is. Zij zet zich als een Aletta van de 21ste eeuw dapper en onophoudend in voor de gezondheidsrechten van vrouwen. En, net als dokter Aletta Jacobs, slaagt zij erin om daarmee de wereld voor vrouwen echt beter en veiliger te maken. We hadden ons in dit Aletta-jaar inderdaad geen toepasselijker winnares kunnen wensen. Yeah.
Thanks are to very many people, the crew of the boat, of the abortion boat, all the very brave women that joined this adventure and stood up against military warships. Thank you. Now, all the volunteers that participated, and there are really hundreds of people, and my friends that you can see there as well, who helped all the time, packing, supporting, lawyers that were there to make sure that all the court cases were won. And I'm not going to name people because I'm really afraid to offend anybody that I would forget. And I just want to say I've thought about all of you and thank you. And I also want to thank the people in India that are shipping the medicines and the pharmacists, the women pharmacists that are preparing all the packages. And I want to thank the Women on Web Help Desk team who have worked tirelessly for the last more than 15 years to help to answer all these women with real compassion and making it an event for women with dignity. And I think this is what is very important. It's not just a medical need. It is about people's dignity, that you can do this on your own terms in the way that fits your life. I want to thank my family, my kids, who have been always very enthusiastic with me. Yeah, my schat. And my father.